Laura en haar dansers gaan samen met de deelnemers uit andere landen op uitstap. Eerst brengen ze in de gietende regen een bezoek aan de stad Kiev. En dan trekken ze een grote speelhal in. Spreken natuurlijk ook wel een eigen taal, maar voor het makkelijk te houden voor alle landen spreken ze hier Engels, dat wij zo met elkaar kunnen communiceren. Sommige landen zijn echt wel heel leuk, zoals Nederland en zo. Dat zijn wel heel leuk en die van Double Trouble zijn ook wel heel leuk. Ik vind wel dat we met sommigen meer contact hebben, bijvoorbeeld met ik met Georgië en ook met Malta en zo. Soms als we dan zo iets bij elkaar voorbij komen, dan zeggen we hallo en hoe gaat het en toch gaan we eigenlijk zo met iedereen. Morgen is het weer tijd voor het echte werk met opnieuw een repetitie.